Hey, goedemorgen. Goed dat je kijkt naar weer een nieuwe GP Fans News Special. Lewis Hamilton die ontving na afloop van de Grand Prix van Rusland 2 strafpunten op zijn racelicentie. Maar deze zijn door de FIA inmiddels weer kwijtgescholden. In plaats daarvan heeft het team van Mercedes nu een boete van €25.000 opgelegd gekregen. Dit nadat het motorsportorgaan naar eigen zeggen nieuwe informatie heeft ontvangen. Hamilton zou namelijk door Mercedes geïnstrueerd zijn om op de desbetreffende plek zijn proefstart te maken. Op een boordradio van het team is dan ook duidelijk te horen dat Hamilton vraagt of hij op die plek überhaupt de proefstart mag uitvoeren, waarna hij vervolgens toestemming ontvangt. Mercedes die moet dus een boete van €25.000 aftikken. En door de populariteit van Verstappen gebeurt het regelmatig dat de 22-jarige Limburger de Driver of the Day titel krijgt. Nou, hij heeft natuurlijk een hele grote fanbase en heel veel fans stemmen op hem. Groot deel van de Formule 1 kijkers vindt het echter onterecht dat de Red Bull Racing coureur na afloop ook van dit weekend werd verkozen. Onder de aankondigingen van de Formule 1 op Twitter liegt een groot deel van de reacties er dan ook niet om. Wat vinden jullie? Is het terecht of onterecht dat Max Driver of the Day was in Rusland? En de 20-jarige Tsunoda die in de Formule 2 in Rusland de pole position pakte, maar de feature race gewonnen zag worden door Mick Schumacher, zou volgens de geruchten klaargestroomd worden om in 2021 zijn Formule 1 debuut te maken. Red Bull teambaas Christian Horner heeft al laten weten dat de keuze over de line-up van beide teams rond de kerst bekend gemaakt zullen worden. En toen Fiat in Rusland werd gevraagd of dit betekent dat hij straks weinig tijd zou hebben om eventueel een nieuw stoeltje te vinden, reageerde hij nogal nonchalant. Ze hebben het recht om die beslissing te maken wanneer ze willen, vertelde ik Fiat tegenover GrandPrix.com. Mijn manager Nicolas Stott en ik hebben het vaak over dit onderwerp en ik vertrouw hem volledig met dit soort problemen. De kalender is natuurlijk ook erg druk dit jaar en we focussen ons gewoon op het raceweekend. Ik heb vooruitgang geboekt in de laatste paar races en dat wil ik graag doorzetten. Ik heb de controle over hoe ik de auto bestuur en hoe goed ik mijn werk doe. En in de laatste paar races hou ik me bezig met hoe ik de auto beter kan begrijpen. Gezien mijn ervaring in deze sport besteed ik geen tijd aan dit soort geruchten. Maar ja, ik zou het geweldig vinden als ik bij dit team mag blijven. Ik hou van racen in de Formule 1 in de snelste auto's ter wereld. Ik heb hard gewerkt om hier te komen en AlphaTauri heeft veel vooruitgang geboekt in de afgelopen jaren. En ik zou heel blij zijn als ik hier door mag gaan. Ik moet echter geduldig zijn, kalm blijven en mijn werk zo goed mogelijk doen. Aldus Kvyat. Maar een hele professionele reactie hoor, Kvyat. En goed, dat was hem dan de GP Fans News Special van maandag 28 september. Morgen zijn we er weer met een gloednieuwe factchecker. En omdat het het onderwerp van de afgelopen weekend was, gaan we het hebben over een raceban. Zie jullie dan weer. Hoi!